dat jullie deze vlog gaan kijken. We hebben een heel erg leuk nieuwtje. Want vanaf vandaag ligt ons grote Bellingaboek in de winkel. Vanaf vandaag kun je hem dus ook echt gewoon in de winkel spotten. En je kunt hem natuurlijk ook gewoon online bestellen. De link zetten we hieronder. En dan krijg je hem direct thuis afgeleverd. Het is een boek, het is een echt familieboek. Waar we allebei keihard aan hebben gewerkt. Onze persoonlijke verhaal staat erin. Allerlei tipjes en dingetjes. Bijna 200 bladzijden. 200 bladzijden. Dus ook heel veel foto's zitten er ook in. Het is ook echt een leuk boek voor kids en voor ouders. Ook foto's die we eigenlijk nog nooit online hebben gezet. Nee. Foto's vanaf ons prille begin. En kijk, ik ga het een beetje laten zien. Dit is de achterkant van het boek. Voor als je een beetje wilt weten wat de inhoudsopgave allemaal is. Wat er allemaal in staat. We hopen dat jullie dit leuk vinden. We hebben het echt speciaal voor onze fans gemaakt. Om een extraatje aan jullie te geven. En we hebben het met heel veel liefde en plezier voor jullie gemaakt. Dus heel veel plezier met ons boek. Heel veel plezier. Ja, wat? Dan nog even een vestje erbij. Heel mooi. Ja, is lekker. Lekker aan vakantie. Precies. Je ziet prachtig op de bellies. Je wilt niet bij papa en stoel. Alle winkels zijn dicht. Deze ijsselon is ook dicht. Luxie. Ah. Oh, mooie bloemetjes. Super, heel mooi getrimd. En of we nog een vierde willen. Ja. Thuis een ijsje eten. Winkels. Geel, groen. Deze nieuwe vlog. Familievloggers. En wij zijn eigenlijk nog op vakantie en het kamperen in onze eigen voortuin. En de kinderen hebben vannacht hun nacht daarin doorgebracht. Ja. Dat ze het hebben gered hebben. Dat kun je zien. Dat kan je zien op de video van de video van Lucilla op haar eigen YouTube kanaal overnachten in de tuin. Die staat nu online, dus kijk even op de link hieronder en dan kun je zien of het allemaal is gelukt en hoe het is geweest om in de tent te slapen. Het is een zondagochtend, dus we liggen lekker in bed. Pakken te worden, kijk weer gezellig bij ons. Met ons mee. Wij gaan ons aankleden, maar voordat we dat gaan doen, gaan we iets heel erg leuks doen vandaag. Want, wat gaan we doen kinderen? Luxie mag alles bedenken, dus dan hebben we twee dingen. Dan mag Luxie daarvan uitkiezen. Net als hetzelfde als onze kleren, een die of die. Ja, Luxie gaat vandaag de dag bepalen, Luxie. Ja, we gaan beginnen met het kledingsetje. Kijk, we hebben hier al kledingsetjes voor Luxie neergelegd. We geven haar twee keuzes, anders is het voor haar natuurlijk nog een beetje lastig. Ik wil even Sammy erbij. Ja, wil je Sammy even erbij pakken? Okay. Kijk, Sammy zit al hier in het kwartje. Luxie, moet ik dit setje aan of moet die aan? Maar uitkiezen, welke wil je? Nee. Die. Goed gekozen, Luxie. Dan ben ik. Luxie, ga maar mee met Lucilla. Ja. Lucilla heeft ook twee setjes uitgezocht. Mag jij uitkiezen wat Lucilla aan gaat doen vandaag? Lucilla heeft twee uiterste setjes. Welke mag Lucilla aan? Yes! Ja, wou je die ook? Ja. Oh, wat goed. Ja, Lux is er ook heel blij mee. Lux, je ook kijken wat je aan wil? Oké, Lux. Eens even jouw la open doen. Oh, kom hier. Kom hier. Kom hier. 1, 2. Even kijken. Kijk eens. Hier zijn jurkjes. Wil je uitzoeken wat voor jurkje? Wat voor jurkje wil je aan, Lux? Die. Die? Vind je die mooi? Ja. Ja? Oké. Okay. Deze aan hoor. Deze is van Lucilla geweest van vorig jaar. En mooi. Of wil je die aan? Die. Die? Wil je deze of wil je die aan? Deze. Zeker weten deze? Ja. Dan nog even een vestje erbij. Goed. Nou, ze zijn aangekleed en dit zijn outfits. De Luxie heeft uitgekozen. Heel mooi. Hé, hey, maar we gaan nou lekker ontbijten. En we hebben weer twee keuzes. Namelijk brood of croissantjes. Lucilla krijgt het brood. En Luan krijgt de croissantjes. Nu gaan jullie daar allebei zitten. En dan mag Luxie naar jullie toe lopen. Maar jullie moeten je best doen om Luxie te roepen. Nou, Luxie. Jij mag vandaag gaan kiezen wat we gaan ontbijten. Luan heeft de croissantjes. En Lucilla heeft het brood. En dan mag jij kijken wat je wil eten. Goed? Ja. Luxie, kom maar. Kom maar, kom maar. Nee, Luxie, Luxie. Nee, Luxie, Luxie, Luxie. Gaan we croissantjes eten? Goed zo! En ik wil
ik ook kazijntjes. Oh, nou dat bof jij. Nou, dan gaan we lekker kazijntjes maken. Ja. Ik zie. Zo. Hap. Wij staan in de keuken, want wat gaan wij maken? Kazijntjes, hè? Ga je mij helpen? Ja? Luxe, ga je kazijntjes maken? Ja. Kijk, dan moeten we eerst openmaken. Doe maar scheuren. Doorscheuren. Kom maar hier aan. Trekken, 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 trekken. Trekken. Ja, goed zo. Oh. En dan? Wat zit erin? We gaan rollen. Ja. Oef. Oef. Zo. Twee. Luxie, wat is dat dan? Wil jij Luxie helpen dan? Ja hoor. Kom maar bij. Zo. Nou. Weet je een beetje wat je moet doen? Ja, natuurlijk. Uitrollen. En dan iets lekkers erop doen, Luxie. Waar is het begin? Ah, kijk. Zie je? Of is dit niet het begin? Ham. Ham. Kom op, mij helpen. Ja. Ja. Goed zo. Die een beetje hier. Ja, die doen we zo meteen erop. Eerst gaan we snijden. Kijk. We snijden. En dan halen we ze uit elkaar. En doe maar er iets lekkers op. Wat doen we erop? Oh, dit is weer een leuke. Kaas. Dus wil je kaas? Of wil je deze? Kies maar uit. Kaas of die. Welke wil je? Die of die? Zeg maar. Zeg snel allemaal. Kies maar uit met je handje. Ook wil je. Dat dacht ik al. Goed zo. Waar ga je naartoe, Luxie? Allemaal maar knuffel. Goed zo. Ik ga niet knuffel. Goed hoor. Zo. Lekker. Oh, wat doe jij? Kies lief. Ja, doe maar. Ja, eet maar. Nu heb ik gevangen. Snoepert. Super poepert. Kijk. En hier oprollen. Hier moet beginnen. Kijk. Gaan we hem oprollen? Luxie. Ik moet hem snel oprollen. Snel oprollen. Snel oprollen. Yes. En de eerste gaat op de plaat. Zo. En dan doen we de tweede. Mijn. Die is kaas. Nee, die vind jij weer zeker lekker, ja. Snoepert. Lekker, hè? Zo. Ja, eet maar. En dan hebben we weer. Zo. En nu komen we weer. Wat is er? Op naar de wasbeurt. Ja. Op naar de wasbeurt. Hij vond die toch die ook een beetje zeep. Waar zijn jij? Wassen. Super. Gisteren hebben wij het tentje opgebouwd, ja. Want wij gingen kamperen in onze eigen tuin. Maar zullen wij eens even gaan kijken of het tentje er nog wel staat? Zou het tentje niet zijn weggewaaid? Kijk, hij staat er nog wel, maar er zijn wel wat haringen losgewaaid. Zie je dat?
Kijk, daar aan die kant is hij losgewaaid. En hij is bijna de lucht ingewaaid. Zie je dat? Ja. Hadden jullie niet nog heel graag hierin willen liggen? Ja. Jawel? Kijk, we hebben gisteren ook even de dekens eruit gehaald. We wisten niet of het ging regenen. En ook in? Ja. Nou, het ziet er nog wel heel erg gezellig uit hoor, in het bed. Dus dat was het tentje. Ja, maar het is nog steeds een camping life hier, hè? Luan die haalt de haring nu even in. Hé, hey, papa. Die heeft daar de honden uitgelaten. Lekker, hè, vakantie. En Luxie is hier weer lekker in de buitenkeuken bezig. Ligt hij? Ja. Hey, lekker eten maken. Het is hier weer heerlijk op de Belgische camping. Hey, Luxie, mama. Hey. Wat een mooi tentje, zeg. We zitten hier op de camping. Ja. Ik zie zijn tekenen. Komt hier in de voortuin, mooi, hè? Oh, aan de kleding. Heerlijk, hoor. Het is hier wel, bloedjes heet in de... Ik wou zeggen. Het is echt warm, hè? Half omgewaaid, maar het is wel een hele leuke, mooie tent. Heerlijk. Met het groen hier ook. Het lijkt echt alsof je echt een bos bent. Ja. Hé, hey, maar Luxie, jij bent vandaag de baas. Luxie is die kiest vandaag wat we gaan doen. Ah. Ze is nu aan het tekenen. Ze mag tekenen. Babybos, Luxie. Luxie, gaan we croissantjes eten dan? Ja, ik eet het samen gemaakt met Luan, hè? Ja, goed zo. Waar het bijna kijk eens. Dat had je bijna wel. Ja, heel mooi. Ja, heel mooi kunstwerk. Luxie kan supermooi kleuren. Oh, dan waai je bijna weg van de tent. De tent zit wel, zit hier wel goed vast? Nou, als je hier vannacht had gelegen, dan was je denk ik wel wakker geworden van de wind. Ik had er wel bij willen liggen, maar dat past met, niet. Nee, dat past niet. Dat past niet. Hm? Mooi, Lux. Helemaal in concentratie. Ja, ander kleurtje. Oh, ben een ander kleurtje. Wat een gezellig campingplekje ook in. Hè? Zo, gaan jullie een spelletje doen, Lua? Ah, Lux, wat doe je wel eens? Oké, Lua. Oh, Luxie, hij heeft slaag. Zien ze er lekker bruin uit, Luxie? Zien de croissantjes er lekker bruin uit? Oh, mama. Bijna klaar? Mama. Ze zijn bijna klaar. Oh, mama. Ja, yummy, yummy. Oh, mama. Nog 5 minuutjes. De croissantjes, die zijn klaar. Ze zitten samen daar een spelletje spelen. Oh, heb jij de bordjes, Luxie? Goed zo. Dankjewel, Luxie. Nog een bordje? Nog een bordje? Ja, een bordje voor Luxie. Komen jullie even een croissantje uitzoeken? Ze zijn klaar. Ja, voor Luan één. Luxie doet hem op je bordje. Welke wil je? Oeh, lekker kaascroissantje. Luan wil een chocolaatje. Papa past precies op de stoel. Ja, dat is een oude stoeltje, hè? Ja, dat is een voetje. Ja, lekker Luxie. Nou, eet smakelijk. Is hier prachtig op de Belgische camping? Wel een beetje een fris briesje. Maar zo in het zonnetje willen het wel, toch? Eet smakelijk. Het is zo lekker weer dat wij lekker gaan fietsen. We pakken nu wel even de bakfiets voor de kinderen. Want we gaan best wel een eindje fietsen, dan wordt het iets te lang. Luxie, die wil ook in de bakfiets zitten. Maar wie zit er bij papa op de fiets? Dat kan toch niet meer. Moet je kijken, Luan. Hier heb jij echt vanaf baby's af aan ingezeten. Ik kan me bijna niet meer bewegen. Je papa met jou weer naar de trein wil. Ja, maar kijk die benen ook. Je kan aan de markt groentjes halen. Ja, weet je dat nog, jongen, of niet? Je kunt het altijd terugzien in de vlogjes. Dat is 6 jaar geleden. Ja. Maar dit gaat hem niet worden, want dan gaat hij hier doorheen krakken. Papa, dus dat is niet helemaal veilig. Je mag lekker in de bakfiets, goed? Luxie, Luxie, wil je bij papa? Luxie, wil je bij papa? Nee, Luxie. Luxie wil niet bij papa aan het stoeltje. Zo, lange benen. Gezellig, jongens, met z'n allen in de bakfiets. Ja. Het past precies. Lekker. Lucilla heeft haar pony mee en Luxie. Luxie de pop mee. Ja? Oké, doe hem wel dicht, want het waait buiten. Dus zitten jullie lekker windstil. Goed?
aan. Kom je naar binnenstad? Kom je naar binnenstad en dan zie je dat alle terrasjes en zo allemaal dicht. En jouw oude winkelpand wordt gesloopt, kijk. Het gaat helemaal plat. Zonde, hè? Nee, maar kinderen, zullen we lekker kijken of er ergens een ijsje te halen valt? Ja, of die open is. Ik weet niet of die open is, dus ik beloof nog niks, oké? We gaan eerst kijken bij die achterste, bij de stadsgracht. Kijken of er wat open is. Nou. Alle winkels zijn dicht. Ik denk dat de ijszone ook dicht is, Ruifjes. Ik denk dat de ijszone ook dicht is, maar... Jongens, volgens mij is het dicht. Wat zal dat zijn? Maar thuis een waterijsje eten. Ja, kijk. Is dat goed? Afhalen van ijs of bestelling? Je kunt iets bestellen en dan kan je het thuis brengen. Thuis brengen, ja. Apart, hè? Ja, ik weet nog een ander misschien. Ja? Nou, zou er nog eentje open zijn? Hé, wat apart is, deze straat is altijd zo dicht, hè? De winkels zijn nooit open, omtrent het coronavirus. Nee, alles is dicht nu. Ja, raar. Normaal gesproken zie je heel veel leven natuurlijk. Ja, maar ook een koopzondag. Ik ben echt al weken, maanden niet meer hier geweest. Het is heel gek om hier te zijn. Apart, hè? Echt heel raar, hè? Heel apart. Kijken bij de ander, hè? Oh hier, één is open. Ja. Oh ja. Oh ja. Ah, ook niet. Ook niet. Deze ijssalon is ook dicht. Nou, gelukkig heeft papa Toos waterijsjes. Hè? Ja. Ja. Nou. Dat is wel een beetje jammer. Dat is waar, hè? Aan de ene kant wel te verwachten natuurlijk. We hadden gewoon stille hoop dat het toevallig... Maar er zijn wel wat winkels open. Wat klerenwinkels. Maar geen klanten. Maar geen klanten. Nou. Ja, wij fietsen een rondje af en we gaan ja, thuis waterijsje eten. Ja. Hey, oké, okay. Toos en dat waterijs. Ja, maar op naar huis. Geen paaltjes naar huis. En hier is volgens mij een heel uitgestorven speeltuintje. Waar we vroeger met Luan ook vaak gingen spelen. En hier kunnen we er allemaal even uit. Kom er maar uit, jongens. Ja, heb je een speeltuintje gevonden? Ga maar kijken. Kunnen ze hier even uitrazen? Goed zo, ga maar spelen. Uitzoeken welke snoepjes. Welke snoepjes wil Luxie?
kleintjes die gaan dan weer even op de bruinmarkt. Kunnen wij hier lekker gaan zonnebaden, hè? Heerlijk. Even bruin worden. Ah, sorry, het is geen corona. Nee, het is een lentenisje. Het is de kribbel van de zon in mijn neus. Ken je dat? Lentenisje. Wij liggen hier heerlijk even lekker op een binnenkleedje een beetje te zonnebaden. Mm. Terwijl de kinderen zich vermaken in deze speeltuin. Kijk. Daar. Daar. Op de draaimolen. Dat is niet verkeerd, vader. Dat is heerlijk. Dat is wel lekker, hè? Wist je dat als je zo zonne gaat zonnen, dat je dan witte ogen krijgt? Ja, dat is beter. Nou, een mooi bruin gezicht krijgen. Ja, maar met dat baardje die afschiet, dan heb ik zo'n witte... Ja, heb je een wit kringetje. Zo'n witte screen. Ja, het baardje mag je van mij wel houden. Ik vind het wel een mooi... Oh. Ik vind jou wel een mooi baardje hebben. Ik heb hem gisteren getrimd. Je hebt hem heel mooi getrimd. Voorjaarsbriesje er doorheen. Kijk, en de bloesem zit overal aan de boom. Kijk. Daar. Daar hebben we een boom met een super mooie bloesem. Mooi, hè? Zet mooi in de bloei. En als we dan daar kijken. Even kijken. Daar hebben we de kindjes op de draaimolen. De drie bloempjes. Ja, kwik, kwek en kwak. Ja, en of we nog een vierde willen. Past niet op de draaimolen. Dat past niet op de draaimolen. Papa was even nodig. Om te stillen. Help eens jou. Doe maar zo. Ja. Hebben. Ja. Hebben. Ja. Hebben. Ja. Oh my god. Cool. Hey, Lexie. Wil je ook van de glijbaan? Twee. Nou, dan gaan we. Grappig is die, hè? 1, 2. Wauw. Die gaat mooi. Mooi, hè? Nou, luren we allerlei maar. Oké. Okay. Even harder. Nog een keer. Nou, ik leg lekker warm met de knuffel op een kleedje, goed? Wat ben je aan het doen, jongen? Een nep schaafwond? Ja. Met een bloem? Ja. Oh, heb je dat ergens gezien op YouTube of zo? Ja, op TikTok, op Klokhuis. Oh ja? Ja, heel cool. Echt? Dat was eigenlijk voor carnaval of... Oh ja? Voor feesten. En dan kun je dus een een paardenbloem pakken en dan kan je zelf een plek maken. Ja, of met een verfkwastje kan ook. Oh. Wat grappig. Dat gaat schattig, Lucien. Ah, kijk dan. Ja, Luan past het volgens mij niet meer op. Dan valt hij weer achter, hè? Dit is een motor. Dit is een motor, ja. Ja, dit is motor 1. Motor nummer 1. Hé, maar Luxie? Luxie, zullen we al naar huis gaan? Nee. Wilt Luxie al naar huis? Nee, zegt Luxie nee. Wil Luxie thuis een ijsje eten? Gelukkig hebben we thuis nog waterijsjes, hè? Ja. Wat heb je daar, Luxie? Heb jij de bril van Luan gepakt? Die zit mooi. Luxie mag het eerst kiezen. Luxie mag kiezen. Welke kleur wil je? Welke kleur? Geel, groen. Nou, dat smaakt ook wel lekker, hè? Zo'n ijsje thuis op de bank. Ja. Gelukkig maar. Nou, Luan en Lucilla die kunnen een trucje op de schommel. Een wipwap. Een wipwap op de schommel. Oké, okay, goed vasthouden, jongens. Ja.
Dit doen we vaker. Oké. Okay. Ziet er heel spectaculair uit, kinderen. Ja, dat is fijn. Een groepje tent. Wat gaan we doen met deze tent? Opruimen. Gaan we opruimen? Nee, laat me staan. We zijn nog steeds aan het kamperen. Mama. Ja. Dat was een pijltje. Oh, gaan we vanavond weer hier slapen? Ja. Ik lig hier wel lekker. Nu kom ik erin. Oh. Wie komt daar nog meer aan? Hey, Luxie. Luxie mag kiezen. Luxie, moeten we de tent nog even laten liggen? Of moet die weg? Opruimen? Die weg moet die blijven. Wil je nog in de tent blijven? Ja. Nou. In de tent blijven? Ja? Zullen we nog even laten staan? Yes. Ja! Het wordt wel weer heel erg lekker weer. Dus misschien dat we wel weer van de week misschien een nachtje kunnen slapen. Ja, Loppie. Ja, was heel mooi. Oh, dat was mooi. Is Luan aan het skiën? In de bergen? Dat heb je leuk bedacht, jongen. Helaas is er niet sneeuw. Nee, er is geen sneeuw in de bergen. Dat is dan wel weer een beetje jammer. Oh, ja. Maar liefste, wat wordt dat? Er wordt een lekkere groentesoep met broccoli, met wortel en met bloemkool. En dan ga ik het lekker goed mixen, dat de kinderen het niet merken. Dat ze heel veel groentjes binnenkrijgen. Lekker, hè? Ja, ik hoop het. Het ziet er alleen niet zo lekker uit. Kijk maar. Een beetje uit als toiletwater. Nou. Nee, grapje. Toiletwater, meen je dat nou echt? Nee, maar grapje. Wat voor toiletwater heb jij? Ik weet niet wat er uit jou komt, maar zo ziet het er bij mij niet uit. Een ontgiftensoep. Ja. Nou ja, ik ben bijna klaar. Ik ben even op Luan's kamer en Luan die wil met mij weer een verhaaltjes-tiktok opnemen. En hij heeft er eentje gevonden met een juffrouw en een kindje in de klas. En dan ben ik de juffrouw. Dus ik doe even een lippenstiftje op. Ik heb even een lipglasje gevonden. Oeh. Zo, volgens mij is het een lipglasje van Lucilla. En dan doe ik een bril op. Zo. Een beetje op je neus, hè? Een beetje op de neus. En dan ben ik de juf, hè? Mijn schriftje. Zo. Ja, ja. Oké, zo. Is je zo goed? Nou, we gaan even samen een TikTokje opnemen. Wat ben ik later geworden? Ja. Ik moet niet naar de camera kijken, want ik praat tegen jou. Ja. Wat ben ik later geworden? Ja, toen juf Marielle net zo jong was als jullie. Juf Marielle net zo jong was als jullie. Droomde ik ervan om astronaut te worden. Toen droomde ik ervan om astronaut te worden. Ja, Davy? Ja. Luisteren? Wil ik later worden? Ja. Toen juf Marielle net zo jong was als jullie, toen droomde ik ervan om astronaut te worden. Maar het leek me natuurlijk ook heel leuk om voor de klas te staan. En nou ben ik zo nieuwsgierig naar jullie. Hè? Weten jullie al wat je wil worden later? Ja. Oh, wat een boel vingers. Ja, Davy. Stinkend rijk? Ja. Dan koop ik een coole Porsche, een Rolex en een villa met een zwembad. En dan heb ik een lekkere chick en die verwen ik dan met mooie sieraden. Ja, dat kan. Nog meer vingers zag ik net. Kaylee, wat wil jij later worden? Wat denk je zelf?
Davy's Chick natuurlijk. Dit is Luan zijn account. Voor als je het leuk vindt om zijn TikTok-filmpjes te volgen. Als je zin heeft, dan vraagt hij: mama, wil je samen een verhaaltjes TikTok opnemen? Maar hij maakt ook heel veel eigen video's en die bewerkt hij dan zelf. En voordat hij hem dan plaatst, laat hij hem even aan mama zien. Luan vindt het leuk, hè? Je moet gewoon Luan zijn hobby. Leuk. Nou, kom jongens, volgens mij is het eten al klaar. Want ik heb een heerlijk groentesoepje gemaakt. Ondertussen had ik er ook nog even wat lekkere kippenpootjes in gedaan. En is de soep klaar. En kijk eens hoe lekker die eruit ziet. Wij zitten weer gezellig met z'n allen aan tafel. Vond je dit weer een leuke vlog? Doe even de duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Klik hieronder op het belletje. En we zien je morgen weer in een nieuwe vlog. Doei! 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 Voeg je hart, boom, boom, brein. Feest lekker met ons mee. Je hartslag geeft de tempo aan. Als je danst, boom, boom, mee. Geniet je echt het meest. Door samen uit je dak te gaan. Doe je mee, boom, boom, boom. Dans mee en blijf in staan.